hebben dus eigenlijk alle kanten van Europa al gezien. Ja, aangezien de Brexit bezig is, rekenen we Engeland er dus niet bij. Ja, dat is nogal moeilijk, dat is complex. Maar toch, ja, langs de andere kant gaan we nu wel naar Rusland. Dus dat is natuurlijk al moeilijk, is dat Europa, is dat niet Europa. Maar ja, de grote vijf, als u weet wie dat zijn in Rusland, dat waren zo Rimsky, Korsakov, Borodin, zo de grote Russische componisten die ja, in, tijdens Brahms en zo leven in Wagner. En dan kwam Tchaikovsky langs en die begon ineens heel veel Franse invloeden te implementeren in zijn muziek. En die vonden dat allemaal niet leuk. En dus eigenlijk werd Tchaikovsky een soort Fransman genoemd. Hoewel hij wel dan de ouverture zo... wacht, dan, daar zit het Franse volkslied in. Maar dat is dan tegen de Russen, dus dat klopt eigenlijk niet. Ja, in ieder geval, Tchaikovsky werd niet graag gezien. En die werd dan natuurlijk ook gek en heeft zelfmoord gepleegd. Maar hij heeft ook wel pianomuziek geschreven die ook heel mooi is. Hoewel hij eigenlijk zelf geen piano speelde en dat voel je wel in zijn muziek. Vandaag speel ik dan, of eindig het concert dan ook met zijn Bloemenwals. Wat ook geen pianowerk is, maar het is wel een ongelooflijk leuk werk. En ik denk dat het ook wel een mooi finale is voor dit concert en voor deze reis. Daarvoor gaan wij naar twee andere componisten in Rusland die wel echt gekend zijn voor hun pianomuziek. Enerzijds heb je Rachmaninov, die heel wat preludes heeft geschreven, ook twee uiteraard prachtige pianoconcerto's. En hoewel die vooral voor zijn dramatische effecten bekend staat, speel ik voor u ook weer eigenlijk in de lijn van die impressionisten een zeer zachte en zeer teder en melancholisch werk van Rachmaninov. En dat is zijn vijfde prelude uit zijn tweede reeks van preludes. En daarnaast speel ik nog een andere prelude van Scriabin. Die man heeft meer dan 80 preludes geschreven, dus die, dat zou ook eigenlijk gek zijn. En die zou eigenlijk in het begin heel veel inspiratie halen uit Chopin. Die heeft ook letterlijk gewoon een hele bundel preludes gekopieerd van Chopin. Later zou je dan ook bekend worden als voor het schrijven van sonates. Maar dan is eigenlijk geen romanticus meer, maar gaat hij al naar het expressionisme en naar Prokofjev en al. Ja, dan is onze reis eigenlijk gedaan. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. Er zijn er nog drie over. Ja, en dan achteraf moet wel zijn voor iets schrikken, dat ik weet het niet. Maar dankjewel voor te komen.